Yes guys, what's up? Het is Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik het derde boek met je bespreken. Of misschien al wel het vierde boek in de reeks die we tot nu toe doen. De volledige guides van boeken die het meest impact kunnen maken op je leven. Dit is echt een must read en ik heb vandaag weer een hele samenvatting gemaakt van de allerbelangrijkste beginselen. Zodat jij eigenlijk in 5 tot 10 minuten kan leren wat dit boek is. Hoe je die beginselen voor jezelf kan toepassen. Ik raad je nog steeds aan het boek te kopen en zelf te lezen, maar in ieder geval... Mocht je dat niet kunnen, door wat voor reden dan ook, heb je altijd deze video nog, die je daarin volledig gaat begeleiden. Dit boek lees ik zelf eigenlijk al ieder jaar standaard opnieuw, omdat het een superbelangrijk boek is voor communicatie en succes in het leven. Ja. Deel 1 gaat alles over de basistechnieken, voor het omgaan met andere soorten mensen. En wie honing wil verzamelen, moet de bijenkorf niet omstoten. Dus als je iets wil hebben, moet je dus niet iets kapot maken. Bekritiseer niet, veroordeel niet en klaag niet tegenover andere mensen. Zo ga je nooit geliefd worden. 2. Wat is nou het grote geheim van de omgang met andere mensen? Je moet je waardering laten blijken aan een ander. Wees eerlijk en oprecht naar iemand anders, zodat hij jou ook gaat waarderen. Werk bij de anderen gretig verlangen. Dus ja, die waardering, de interesse, etc. richting die persoon is zo belangrijk, ja, om een goed gesprek te hebben en eigenlijk ja, te krijgen wat jij wilt uit dat gesprek. Deel 3. 6 manieren om jezelf bemind te maken. Stel oprecht belang in anderen. Wees oprecht geïnteresseerd in andere mensen. Er zijn heel veel mensen die gewoon alleen maar hun eigen narcistische ding alleen maar. En als je niet oprecht geïnteresseerd bent in anderen, dan kan je ook niet daar deals uit halen of hetgene wat je ook uit de andere persoon wil halen. Lachen. Lachen is gratis. En ja, er zijn zo weinig mensen die dat tegenwoordig doen. Zeker in Nederland. Nu ik heel eventjes in Nederland weer ben, zie ik hoeveel chagrijnige mensen er daadwerkelijk wel niet zijn. In Nederland. Dus lach een beetje en wees vrolijk. Want ja, vandaag kan zomaar je laatste dag zijn. En bedenk dat iemands naam voor die persoon het belangrijkste en lieflijkste geluid is in iedere taal. Dus iemands naam. Nou, ik heb bijvoorbeeld Paul. En als je dan zegt, hey Paul, dan gaat diegene dus ja, snel naar jou luisteren. Dat is ook iets wat ik heb toegepast in de afgelopen jaren. En eigenlijk automatisch toe als ik tegen iemand spreek. Dan noem ik eigenlijk diegene naam redelijk snel en redelijk vaak in een conversatie om zo de aandacht te wekken. Wees een aandachtig luisteraar, dus luister naar iemand en moedig anderen aan om over zichzelf te praten. Laat ze lekker lullen over zichzelf en stel daar vragen over en wees een goede luisteraar daarin. Nou, praat over dingen die de belangstelling hebben van je gesprekspartner. Dus vindt iemand voetbal interessant, dan ga je het over voetbal hebben. Vindt iemand vrouwen interessant, ga je het over vrouwen hebben. Vindt iemand business interessant, ga je het over business hebben. En geef de ander het gevoel dat hij belangrijk is en doe dit oprecht, want alleen zo gaat het werken. Deel 3, hoe je anderen uiteindelijk tot jouw standpunt kunt gaan laten bekeren. Er is maar één manier om bij een meningsverschil aan het langste eind te gaan trekken, namelijk door redetwisten te vermijden. Dus door niet te discussiëren. Je gaat geen discussies winnen, iemand heeft zijn eigen opvatting, jij hebt je eigen opvatting. Toon ook altijd respect voor de opvatting van de ander en zeg nooit je zit ernaast of dat klopt niet. Want ja, dan gaat iemand je daadwerkelijk niet mogen zijn. En als je het mis hebt, geef dat dan vlug en nadrukkelijk toe. Je hebt het best vaak zat fout in je leven, al denk je nooit dat je het fout hebt. Maar als dat zo is, geef het dan gewoon netjes toe en dat is de beste manier om daarmee om te gaan. Nou, deel 3, pak het op een vriendelijke manier aan. Zorg dat je gesprekspartner van begin af aan je woorden moet beamen uiteindelijk. Dat hij gewoon ja, in die ja-flow komt. Laat de ander gerust denken dat het een idee van hemzelf of haarzelf is. Dus dat idee plant je in iemand. En laat hem lekker denken dat het zijn eigen idee is om dat te gaan doen. En waarom die dat zou moeten gaan doen. En probeer altijd oprecht de dingen te bezien vanuit het standpunt van de ander. Verplaats je in de ander en kijk wat voor hem nu de beste keuze is. Dat is heel goed voor sales onder andere, dit soort dingen. Toon medeleven en begrip voor de denkbeelden en verlangens van iemand anders. Ja, wat is iemands huidige situatie? Wat heeft hij al geprobeerd? Wat wil hij graag in het leven? Doe een beroep op de gevoelens van iemand. Hoe voelt zichzelf iemand nu? Hoe wil hij zich graag voelen? En dramatiseer die denkbeelden. Ja, wat gebeurt er nou als je jezelf zo blijft voelen? En ja... Dan ga je dus nog steeds in deze situatie blijven. En confronteer de ander met de uitdaging van, hé, ja, maar wat nou als je dit probeert? Dan kan dit misschien gebeuren. Om dingen vanuit dat standpunt te gaan bekijken. Nou, deel 4, hoe je anderen kunt veranderen. Begin met lof en eerlijke waardering. Vestig langs de omweg de aandacht op iemands fouten. Begin eerst over je eigen miskleunen, over je eigen fouten. Voordat je iemand anders gaat bekritiseren. Stel vragen in plaats van bevelen uit te delen. Stel de ander in staat zijn gezicht te redden. Als iemand een fout maakt, geef hem dan de kans die dus recht te trekken. Prijs iedere verbetering, ook de geringste. Wees warm in je waardering en kwisting in je lof.
Voorzie de ander van de reputatie die hij wel op moet houden. Geef aanmoedigingen en wek de indruk dat de fout eenvoudig te verbeteren valt. Zorg dat de ander met plezier datgene doet wat jij voorstelt. Dat is heel belangrijk. Lees deze nog een keer door. Zet deze video op pauze en dan kan je ze nog een keer bekijken. Nou, ik wil je super erg bedanken voor deze korte 5 minuten video. Super waardevolle video, super waardevol boek. Like en abonneer, want 97% van jullie is nog niet geabonneerd. Dus wat ben je aan het doen? Push me richting omhoog op welk subscribers aantal wil je ook niet zitten, want ik plan deze video's vooruit. Ik zie je weer graag terug in de volgende video. Ciao, ciao.